En dat doet STVV met dezelfde ploeg als tegen Aangent. Ja, maar al die weken heen en die betere weken geen reden. Technisch was het niet goed. De schot, dat klopt. En nu goed gevoetbald van Steukers. Tolu richting Kokubo. Tolu of Kokubo? Ja, 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 ja. We zitten met een rode kaart, vrees ik. Want dit is geen poging om de bal te spelen. Hij had hem vast, hij trok hem neer. Als je de bal probeert te spelen, is er geen dubbele bestraffing. Maar doet hij dat hier? Je kan zeggen dat het in de kruis is. En was het nu net buiten. Ja. Als ik het nu zag, het echte contact. Contact is buiten 16, wat mij betreft. Taniguchi. Oké, hij loopt hem aan, dus dat gaat de redding zijn. Hij zichzelf haakt eigenlijk. Aangelopen en dan zelf gehaakt. Maar ik denk net erbuiten. Erbuiten. Dat heb je weer goed gezien. Ja. En dan heeft hij wel nog slecht nieuws en van dan die rood, rollen. Natuurlijk. Ja, logisch. Heeft hij daar maar geel vast? Ja, maar die gaat hij weg kwijtschelden. Ah ja, oké. Ja. Sorry, hij had al geel. Dat had ik niet gezien. Oké. Maar dat is de juiste. En dit is ook mooi. Bonsuba. Goed ook komt en smijt zich en komt te laat. Daar is hij gek. Komt nu toch met een minuutje vertraging op voorsprong. Tolu maakt zijn zevende. En STVV. Het is geen heuvel. Het is een kool eerste categorie om te... Dat scheelde niet veel. Ito besloot om in te stappen. Dat creëert wat ruimte. En Genk gaat daar gretig van profiteren. Want hier de kans... Maar niet de goal. Het ging even snel. Hij was daar bijna. Nieuw Smets. Steukers. Ja, die zit erin. Het is 2-0. Jarre Steukers heeft zijn goal. Tegen zijn ex-ploeg. En Sint-Truiden kijkt tegen een 2-0 achterstand aan. Wat zei je daarnet, Gert? Nee, nu is het gedaan. Dus lekker door te duwen. Maar geen fout, hè? Nee. En Sint-Truiden blijft wel proberen. Bertaccini, Patrice, Bertaccini, scherpe hoek. Hij moet trappen en scoort ze. Voilà, Gert, daar is jouw hoop terug. Schrijf de Canaris niet af. Ja, nee, het is een hele mooie goal. Steukers, echt als 10 nu. En Tolu afleggen. En Luadi, Gert Vrijen. Ik had het toch gezegd. Stradamus Vrijen, hij had het voorspeld. En hij maakt zijn allereerste. En Luadi. En een goed moment, Gert. Een goed mooie moment. Combinatie. Ja. Derde man inspelen op Tolu. Afleggen. Derde man. Gekruist binnen. Sorry. En Bangura meteen op Tolu. Is geraakt. En Tolu moet het zien. Heeft het gezien. Bonsuba. Op zijn rechter. Oh, dat scheelt niet veel. Hij heeft gefloten voor het einde. Racing Genk leidt met 3-1 tegen een tienkoppig Sint-Truiden dat... Deze maal, nee, het was Van Helden. Hier zijn ze. En hier zijn ze voor 4-1. Als het even mee zit, dat zit het niet. Nee, wat een goede redding, goede reflex. Ogawa. Ito en Ogawa. Nieuw Sint-Truiden. Goed balletje zeg. En de goal van Bertaccini. Het is 3-2. 10 op 10 voor de overgave van dit Sint-Truiden. Het niet aflaten. Niet opgeven. En wat het dan ook wordt qua resultaat, dat is het belangrijkste. Dat is dom. Dat is ongelooflijk dom van Brahimi. Ach man, ze hebben jou zo hard nodig. En nu mis je gewoon die volgende match. Volgende match is thuis tegen Westerlo op zaterdagavond. Ja, dat is echt wel schop zetten. Kort genomen. Ogawa moest... erheen geschreeuwd worden, maar little too late. Racing Genk wint, de Limburgse derby, Torsten Fink wint.